opvoeden. Mami moet opstaan. Goedemorgen, wereld. Waar is mijn krant? Mami moet alles weten. Sterke koffie is precies op tijd. Nu is ze vrolijk. Het is mami's perfecte ochtend. Wat is het volgende? Douche. Ze heeft haar lange armen nodig. Tijd voor papa om zich te wassen. Wie is er zo vroeg in de badkamer? Schat, het is mijn tijd. Laat me met rust. Onmiddellijk. Baby Huggy wacht op zijn ouders. Tijd voor grappige toneelstukjes. Sluit je ogen. Ik zal me verstoppen. Niet kijken. Maar mami en papa zijn niet gewend zich aan de regels te houden. Vertrouw me, schat. Ja. Baby Huggy is er. Je zult me niet vinden. Hebbes! Je liet me schrikken. Nu verstop je je. Oké. 1, 2, 3. Ik kom eraan. Het is niet gemakkelijk. Mami en papa verstoppen zich goed. Misschien hier? Jij met je verstoppertje weer? Mami kon zich daar verstoppen. Hier ben je. Leeg. Hij blijft zoeken. Waar ben je? Ik ben hier. Nee, niet hier. Mam is een koningin van de streken. Raar. Er is niemand. Niemand behalve mami en papa. Lange ledematen kunnen iedereen in verwarring brengen. We hebben weer gewonnen, schat. Nee, jullie hebben verloren. Huggy, rustig. Je liet ons schrikken. Goed gedaan. Mami heeft haar eerste werkdag. Nu werkt ze in de bezorging. Wat een erefunctie. Klanten wachten nu op deze pizza. Ik zal u persoonlijk vervoer laten zien. Alsjeblieft, u kunt beginnen. Zorg ervoor dat de pizza niet koud wordt. Een fiets, maakt u een grapje. Mami Longlegs wil zo niet werken. Waarom zou ze dan lange armen hebben? Het is pizzabezorging. Het is voor jou, maatje. Eet smakelijk. Wauw, wat een truc. Vergeet de fooie niet. Zoals je zegt. Oké. Fijne dag. Maak meer gebruik van onze service. Waarom is de levering altijd te laat? Maar mami laat niemand in de steek. Heb je pizza besteld? Oh, god ja. Neem het dan. Dag. De werkdag ging snel voorbij. Tijd om naar huis te gaan. Miss Fendi? Ja? Ik heb alle pizza's geleverd. Oké. Wat een angstige manager. Heeft ze niet Poppy Playtime gespeeld? Papa heeft erg stressvol werk. Pap, help me met wiskunde. Niet nu, Huggy. Ik heb het echt druk. Slecht humeur. Tijd om te eten. Wat duurt er zo lang? Wat is ze aan het doen? Schat, help. Ik ben uitgehongerd. Zoals je wilt. Mami's relax gaat niet door. Tijd om te gaan winkelen. Je hoeft niet van de stoel af te komen. Haar lange armen kunnen alles pakken. Graan lag hier ergens. Hier ben je. Laten we beginnen met magisch koken. Granen, melk, vers fruit. Klaar. Een bord met vitamine. Tijd om het aan papa te geven. Waar is zijn kantoor? Ik ben het, schat. Oh, eindelijk. Ziet er lekker uit. Laten we eten. Lange armen zijn niet alleen om boodschappen te doen. Je kunt ook afwassen. Maar huishoudelijke taken zijn zo vermoeiend. Bedankt, schat. Tot straks. Tuurlijk. Schat, je bent geweldig. Geweldige dag voor een wandeling. Zo onbeleefd. Heb je hier een overvaller gezien? Ik krijg hem toch wel. Maak je geen zorgen, agent. Mijn lange armen krijgen hem wel.
Hey, maatje, ik denk dat je een fout hebt gemaakt. Maak je geen zorgen, agent. Je hebt een levering. Neem het. Hallo daar, dief. Je gaat naar de gevangenis. Bedankt, mevrouw. Wil je voor de politie werken? Het is een eer voor Mommy Longlegs. Zij zal de vrede bewaren. Wat is er, schat? Mijn ballon vloog weg. Niet huilen, ik breng hem terug. Kom hier, luchtige wegloper. Je kunt niet ontsnappen aan Mommy. Hier ben je, schat. Dank je, je bent zo aardig. Wat? Nog een probleem. Crimineel hol is afgesloten. Misschien is er een andere ingang? Kom op, armen. Een beetje. Klaar. De weg is vrij. Hallo. Hallo daar, jongen. Ik ben van de politie. Er zijn geruchten dat je je slecht gedraagt. Geef je over. Wat? Dat doe ik niet. Je had niet moeten komen. Je had geen overvaller moeten worden. Hou je handen bij je, dame. Rotzooi niet met mij. Je kunt Mommy niet bang maken. Een crimineel zit nu in de val. Wees een brave jongen. Wie is hier? Ik ben het, jongen. Ben je het vergeten? Ik zei dat je je moest overgeven. Mommy heeft een romantische avond. Ze komt te laat. Papa heeft een verrassing gemaakt. Misschien om een beetje te oefenen? Nee, dat is niet goed. Mommy bereidt zich voor op de date. Ze moet make-up doen. Het is zo makkelijk met haar lange armen. Te veel. Waarom duurt het zo lang? Schiet op. Juist, ik ben te laat. Er zit nu iemand bij pa. Ze wil hem leren kennen. Het zit zo. Ik wacht hier op een mooie vrouw. Wat doet ze? Mommy wil haar liefde van haar leven niet laten gaan. Beweeg, meisje. Oh, ik ga weg. Denk er maar niet aan, schat. Nee, nee, schat. Ik hou alleen van jou. Wil je met me trouwen? Nu praten we, schat. Ik kom terug. Verklaart u man en vrouw. Het is geen gemakkelijke ceremonie. Waar is de vrouw? Neemt u hem tot uw echtgenoot? Dat doe ik. Oké, ga door. Neemt u haar tot uw vrouw? Tuurlijk. Wissel jullie ringen uit. Wat? Wees voor altijd de mijne, schat. Ik hou van je, schat. Ik verklaar jullie man en vrouw. Jullie kunnen nu kussen. Zijn jullie klaar? Tuurlijk, schat. Wat een fantastisch stel. Hoe doen ze het? Het is liefde. Mommy ziet er altijd perfect uit. Zoals gewoonlijk. Tuurlijk, het is mijn eigen stijl. Wat is er? Ze heeft een manicure nodig. Tijd om naar de schoonheidssalon te gaan. Wow, hoe heb je... Mommy is hier. De beste manicuremeester werkt hier. Beweeg, meisje. Ik heb hier een ramp. Alsjeblieft, doe iets. Ik heb het. Waarom sta je hier? Je kunt beginnen. Zelfs Huggy Wuggy heeft slechte dagen op school. Ga eraf. Ik zeg het tegen mijn moeder. Ga naar je mommy, loser. Kom hier nooit meer. Mam, pap, willen jullie me helpen? Ik heb een probleem. Wie durfde mijn lieve zoon te beledigen? Waag het niet om kleine kinderen pijn te doen. Begrijp je het niet? Wie is hier? Je hebt huisarrest. Ga nu naar huis. Niet haasten of je valt. Verstrengeld? Zul je nu braaf zijn? Ja, zeker weten.
hou ons niet voor de gek. We houden je in de gaten. Ze kunnen alles doen voor baby Huggy Wuggy. Nu familieknuffels. Yeah.